Ik heb geen idee meer hoor. Ik heb echt geen idee. Goedemiddag vanuit zonnig Suriname. Ik kom straks nog een keer live met een hele andere Tori. Maar goed, weet ik heb gezegd, we gaan spullen verkopen voor mensen. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik had wel toen al toegezegd om te helpen. Ik ben, ik denk vorige maand benaderd door een mevrouw die 5 kinderen heeft. Eentje is overleden en ze woont in een Noah-busje omdat haar huis helemaal onder water is. Dus niet de ene mevrouw, de andere. Doei dames. Meisjes zijn zo vriendelijk. En ik heb de schooltassen beloofd en ze hebben gevraagd. En ik heb er voor mij aangeboden. Ik zou voor iets anders gaan. En dan heb ik ook een tasje met levensmiddelen. En die kleine komt net aangelopen en ze zeggen, oh, wow. Goedemiddag. Of goedemorgen nog steeds. Alles goed, hè, een beetje? Nou, we doen onze best, hoor. Ja. Met Gods wil, het gaat niet. Als ik het zo moet zeggen. Maar als we dan moeite maken, dan moet het toch lukken aan de andere kant. Ja, want je hebt 5, waarvan 1 kindje is overleden, hè? Ja. Vorig jaar? Vorig jaar, februari, 4 februari. Was hij ziek? Nee, hij was niet ziek. Hij was niet, ik weet het niet hoor, maar hij is gewoon plotseling, vrij plotseling erheen gegaan. Hoe oud was hij? 11 jaar was hij. Heftig? Zwaar? Ik ben zelfs zo afgevallen. Alles gaat zo een beetje. Dus ja. En u heeft last van hoge bloeddruk, hè? Dus het schommelt wel. Het sluipt. Het is een zo'n beetje sluipend. Ja. Ja. En hier zijn de meisjes. Hallo meisjes. Vandaag ben ik jarig. Ben je vandaag jarig? Jawel. Hiep, 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 hiep. Hooray! Namasuma verjaritide! Namasuma verjaritide! Namasuma, namasuma verjaritide! Dawe bari wahure je! Hooray! Dawe bari wahure je! Hooray! Dawe bari, dawe bari! Wahure je, give it a beep! Hoere! Hey, alsjeblieft, hoe oud ben je geworden? 9. 9 jaar, grote dame al. Zo, ik kreeg ook een brasa van deze kleine. Ik word 11 jaar. Jij wordt 11 en ik kreeg ook een brasa van deze. En dit is een. En je ook een brasa, dit zijn de 4 meisjes van jou. Kijk, welke is je zusje? Je zusje. Oké, en dat is de. Oh, kijk, ze is gevallen. Ga haar helpen, je zusje. En wat gaat de jarige vandaag eten? Ik heb wat spullen gebracht, want u had schooltassen heb ik voor u gebracht. Voor de kinderen. Ik hoop dat ze goed zijn. Ja, ik ook, maar als ze niet helemaal goed zijn, die andere kan. Ja. Eén kan die andere helpen, toch, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. De ene kan die andere helpen. Ik heb zo'n prikkel in mijn hoofd. Heb je gegeten? Ja, dus ik heb wel een broodje gegeten. En ook gedronken? Ja, toch wel. Oké, we gaan zometeen even wat drinken voor jullie halen. Hier aan de overkant. Wie wil zometeen wat drinken gaan kopen? Mogen ze naar de winkel? Jawel, maar nu is deze winkel even gesloten, omdat ze... Oh, aan het verbouwen zijn. Oh nee, dan moet ik met de auto gaan. Hallo Moena, hoe gaat het? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ja, dus omtrent de situatie. Want hier woont u, zeg maar, hè? Hier, ja, dus wat dus hier. Met mijn kleren en al slapen. Wie slaapt? Slaap je, waar slaap jij? Hier. Voor of achter? Oh, ja. Dat gaat jullie klappen. Nee, ga erop nou. Is van haar toch. Kom nou, je moet dat moeten gaan. Ja toch. Een buurman heeft me geholpen met deze auto. Want ik zelf, ik kan geen auto kopen. Ik heb niet. Maar hij heeft me geholpen met deze busje. Dat ik een beetje overal kan plaatsen. En kan gebruiken. Dus, wat hij kon, is zijn kracht, heeft hij me geholpen. Op dit manier heeft hij kijk me geholpen. Maar daarnaast vraag ik ook, ik was ook bezig met
vragen van jullie, want ik ben ook zelf naar 1 voor 12 geweest. Omtrent mijn situatie. Het huis, het zit... Ik heb het gezien. ...danig onder water. Wanneer het regent, nu is het wel droog. Reden waarom het zo snel droog is, we hebben een steen. We hebben een steen. Dan moet ik anders aantrekken. Waar ga je naartoe dan? Op dit waar ga je naartoe? We gaan naar huis. Dankjewel, Migudu. Dat is mijn bril, hè? Het valt van de lichaam. Oh. Een beetje groen. Ik heb geen kleren bij mijn poortje. Ja, maar dat lukt wel. Zolang we een beetje kunnen eten, kunnen overleven, ons hoofd boven water houden. Op dit manier. Ja, en wat ga je krijgen ze vandaag voor eten? Wat lust je vandaag? Kijk en lachen. Wat lust je vandaag jarig? Wat wil je eten? Hommelsleutel van me. Ik wilde gaan spelen bij Fernandez. Speelde. In een vajazong? Ja. Oké, dat is wel gewoon schaduw. Maar ik denk dat in mijn lichaam ik helemaal niet zo lekker. Oh ja, en je mag niet alleen. Mama voelt zich niet zo goed, zegt ze. Ik voel me niet lekker. Het leven zit zo echt. Dus voor op den deur gewoon moe. Ja. Maar doe mijn deuren dan dicht. Laat ze naar buiten komen, gooi naar de auto. Ze is zo vreemd, kinderen zijn zo vreemd. Ik word zo moe. Kom, geef haar de step even terug dan, want nu is het gewoon je vervelend trouwen. Ja, ze is ook niet vader. Dus van die kinderen. Aha. Ja. Dus. Wat ik ga doen, weet je wat? Ik ga even wat te drinken halen voor jullie. En wat brood voor de kinderen en iets lekkers voor de jarigen. Mm. Maar ik kan ze ook. Maar ja, als jullie het brengen naar Fernandez, en wie gaat ze terugbrengen, snap je? Zou jij mee moeten, maar ja, als je niet lekker voelt, dan draap je in een vajazong met de kinderen. Ja. Ik heb het juist vandaag een beetje druk. Ja man, ik moet nog zoveel doen vandaag. Kijk uit schatje. Ik heb deze stem naar daar gebracht, dus, het is niet dus, van jij. Je zoekt hulp, helpen voor een woning en... Ik heb een perceel gehad. Maar ik weet nog niet eens waar het perceel is. Het is wel op Kommerwijnen. Zover? Ergens op Kommerwijnen, maar waar het is, ik heb het nog steeds niet gezien. Heeft u dat aangevraagd van Kommerwijnen? Ik heb het niet aangevraagd, het is wat ze mij hebben gegeven. En wie is ze? De overheid? De vicepresident. Dus. Het is goed, want ik in plaats ik niets heb, ja. Daar heb ik dan nu iets. Ja. Want nu om een perceel te gaan kopen of om een perceel te krijgen, gaan we niet moeten geld hebben. En dat heb ik niet. Melanie! Ja, dus daar heb ik ook. Ik heb geen bezwaar om naar daar te gaan. Oké. Ik heb helemaal geen bezwaar, want het wordt straks. Dat is al bijna ontwikkeld. Helemaal ontwikkeld, zou ik zeggen. Oké. Hoe je die weken dan of het project? Weet je niet dan? Okay. Ik ben wel vergeten, maar... Oké, wat ik ga doen, ik ga even wat te eten halen en wat te drinken halen. Dan ben ik zo weer terug. En dan neem ik iets lekkers voor de jarigen mee. Jere? Okay. Maak je niet druk, heb geloof. Ik weet dat het zwaar is. Tenminste, ik weet het niet. Laat me niet zeggen, ik weet het. Want dan zou ik liegen, want ik weet het niet. Ik ben geen kwint gekregen, ik heb geen kwint kwijtgeraakt. Ik heb geen... In een huis kunnen hebben gehad. Dus, maar ik kan me voorstellen dat het heel zwaar is. No last bribi. Je noemt last bribi toe, hè? Nee. Goed zo. Want dat zou ik zeggen van dat die... Bijna zou ik dat willen zeggen. Of dat willen plaatsen van het geval van mijn zoon. Dat overleden is. Want hij zei me... Tot nu zeggen de kinderen, ze zijn moe. Ze kunnen niet meer daar blijven, ze willen niet daar blijven. Want daar is hij ook overleden? Ja. Ja. En ik kan ook op een gegeven moment niet meer daar blijven, omdat ik een vervelende geschiedenis van daar heb. Mm-hmm. Dus, en mijn kinderen, dus dat alles frustreert me. Ik ben zo
Ik ben zo... Hoe moet ik dat zeggen? Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Soms krijg ik gewoon ideeën om gewoon naar waterkant te gaan of zwerf hier en daar. Dus zulke ideeën komen op mij af. Ik snap ik ook goed hoor. Want je geeft mensen, je ziet geen uitweg meer. Maar je ziet het, er is een uitweg. Ik zocht je nummer, want we hadden elkaar gesproken. Ik heb gezocht, al 2 weken. Uiteindelijk heb ik een woord ingetoetst over die herberg. En toen kwam de tekst helemaal terug en toen heb ik je naam gevonden. Okay. Dus dat gaat om ik me vind niet. Precies. Ja, ja. Heeft u wel een, heeft u een partner? Nee. En de vader van de kinderen? De vader van de kinderen, ik heb hem netjes bedankt. Maar hij heeft toch, hij moet wel voor de financiële bijdrage zorgen? Nee, dat moet. Maar dat gebeurt niet. Dus. Nee, maar dat zijn dingen waar we ook waar aan gewerkt moet worden. Want het is wel zo dat ze moeten meehelpen. Dus het moet, maar hij zelf, zijn situatie zelf is, hij drinkt en hij rookt en iets. Dus wanneer gaat hij dan genoeg hebben om te geven? Naar, ja, dan moeten we gaan kijken of hij genoeg heeft, toch? Dan werkt hij? Nee, ik weet dat niet. Nee, oké. Okay. Maar goed, laten we niet dingen praten in het bijzijn zijn van de kinderen over hem. Dus dat is niet goed. Maar zij hebben ook al vervelende dingen van hem. Ja, ja. Maar we gaan bidden, we blijven bidden. We blijven zeker bidden weten. Voor papa. Zeker we blijven weten. Bidden. Zeker weten. We blijven dat bidden. Vanaf. We zegenen hem. Wat ik nu ga doen, ik ga even wat spullen voor jullie halen, als jullie wat kunnen drinken en eten. Ik hoop iets lekkers voor jou, omdat je jarig bent. En dan ga ik kijken wat ik kan doen om mama te helpen, zodat jullie vanmiddag ook iets lekkers kunnen eten. Weet je? Ja? Kijk, ik kreeg een brasa van die kleine dame. ja, geef niet. Oh, zo mensen, wacht even. Laat me jullie laten zien. Zo'n soort lobby mee ontvangt. Ja. Ja, danken we God, hè. Voor God heb je vooral niet vergeten te danken. Ja, helemaal niet. Nee. Want God heeft me weer je laten vinden. Want ik was echt, je tas staat al bijna 3 weken klaar thuis. Ja, vanaf we elkaar hebben gesproken. Het moet van mij zijn, toch? Dus. Juist, ja. En mijn kinderen zijn zo bekend met dat van bidden. Ze zijn bekend met bidden, mooi zo. En we gaan danken. Met name moeten we God danken. We zeggen, we danken u voor de oplossing. We danken u dat u ons niet vergeten bent. We danken u dat we eten hebben. We danken u. Danken. We gaan biggie wat danken. Want een woord te voegen, dat gaat ook zorgen voor ons. Dus we danken. Je tag je nieuwe woord toe, dus moet ik je danken. Ja? Oké. Okay. Dus ik ga nu snel even rijden. Want deze winkel is gesloten, dus ik moet naar de andere gaan zoeken. Ja. Voor mij verder. Er is oh ja, dat is een kleine Chinese, niet zoveel denk ik. Oh. Oké, okay, ik ben zo bij jullie terug. Ja? Yes. Abu, graag gedaan. Oh ja, mijn sleutel, anders kom ik nergens. Heb je meisje met de gasrotte? Ja. Hi boy mensen. Hi boy. Snap jullie wat ik doe? Met jullie donaties. Ik. Dit zijn de dingen. En met Motegum kring mensen. Ik heb donaties nodig. Anders nou een tientje. Dat ik kan helpen. Dat ik nu kan gaan en zeggen. En wat ik een Tori vertelde. Ik gisteren heb meegemaakt. Vandaag moest gaan regelen. Oma is jarig deze week. Dus ik moet nog zoveel regelen. Ik reed net om... iets te doen bij een zaak en ik zag daar een jongen zitten, een bewaker met een Wangongwa geweer. Maar iets in die jongen, ik weet niet, het raakte me. En ik ervaarde alsof God zei tegen me, vraag of hij wat te drinken wil. Dus ik vroeg hem, ik ben gestopt, ik probeerde te luisteren naar Gods geest en gehoorzaam te zijn. En hij zegt, mogen jullie drinken krijgen? En ik moet natuurlijk niet of het mag, hè, als je iets moet aanbieden. Want, oh. Hij zei, jawel mevrouw, met hoeveel zijn er 3? Ik ga bij 3 cola, ik ga bij bananen, ik ga bij wat sap. Tjarenko Jireman. Met het geld. Geld dat ik van jullie heb, geld dat ik van mensen krijg. Soms voor mezelf, maar ik geloof in delen. Nu is het jonge meisje jarig. Het minste wat we kunnen doen, is zorgen dat ze een mooie dag heeft. Dus dat ga ik nu doen, ik ga racen als een speer. Oh my god, maar het komt goed. Gado eji krakti, gado eji in wijsheid. En ik zong de hele dag vandaag dit liedje. Moet zingen, ik op zingen, maar toch moet zingen met mijn aardjes aan mijn bezinkt idee. You are worthy of it all.
You are worthy of it all. And far from you all things, and through you are all things. You deserve the glory. He is worthy of it all. Ik ga jullie mijn tori vertellen van gisteren en vandaag. Oké, later. Dan moet ik eventjes bij dit stukje houden. Ik ben zo terug bij jullie. Ciao, ciao.